De oorzaken van autisme weet men de laatste 3 decennia ongeveer dat die in ieder geval heel erg biologisch bepaald zijn. Daar is men sinds de jaren 70 van vorige eeuw heeft men daar heel veel argumenten voor. En eigenlijk de laatste 20 jaar zie je ook dat er steeds meer argumenten zijn dat binnen die biologische oorzaken genetische factoren de grootste rol spelen. Erfelijk. Ja. Erfelijkheid is nog niet helemaal hetzelfde als genetisch. Dat is een eerste probleem. Met genetisch bedoelen we, het zit in je genen of in je genoom, het geheel van heel je erfelijk materiaal. Autisme is gedeeltelijk erfelijk. In die zin, het zit dus heel sterk wel in het genetische materiaal. En je ziet dat in een aantal families dat het inderdaad wel erfelijk is. Maar ook bij dat erfelijk moet je niet voorstellen dat dat een erfelijkheidspatroon is zoals de kleur van je huid of van je haar, dat het noodzakelijk overgaat. Waar het erfelijk is, heb je een herhalingsrisico in een familie van 10% ongeveer. Dus dat betekent dat een familie met 1 persoon met autisme, er 10% kans is dat er een 2e persoon met autisme komt. Een van de grootste vooroordelen was vroeger, of misverstanden, dat autisme veroorzaakt zou worden door moeders. Ze werden de zogezegde koelkastmoeders genoemd. Het zouden zogezegd moeders geweest zijn die eigenlijk te weinig liefde en affectie aan hun kinderen gaven. Waardoor het kind zich terugtrok van de gewone wereld, in zijn schelpje ging kruipen en geen contact meer wou. Dus eigenlijk moesten de moeders in therapie. Daar kwam het vroeger op neer. Gelukkig, maar dat is al zeer lang, zeker bij ons in Vlaanderen, dat die misverstanden er niet meer zijn. Maar hier en daar merk je toch nog mensen die te weinig op de hoogte zijn van wat autisme echt is. Qu'est-ce que vous avez senti au moment que vous avez appris qu'il avait l'autisme? Senti un petit peu coupable, se demande d'où ça vient. Ça, puis il y a tous les préjugés des personnes extérieures à la maison qui, pour eux, les enfants n'ont rien, c'est notre faute. C'est parce qu'on les couvre trop ou parce qu'on leur interdit pas assez de choses. Tout ce qui arrive, c'est notre faute à nous. C'est les gens dans la rue qui réactionnent comme ça? La rue, la famille. Les gens proches qui ne vivent pas avec. Si on vit avec une heure comme ça, on ne s'en rend pas compte. Men heeft lang gedacht dat de oorzaak van autisme een probleem was in de moeder-kindrelatie. Dus dat moeder te weinig liefde gaf aan het kind. Maar dat is eigenlijk volledig weerlegd. Tegenwoordig, onafhankelijk van hoe moeder zich gedraagt, heeft geen invloed op het al dan niet krijgen van autisme bij het kind.